President, it's a pleasure to see you there again. Congratulations. Voorzitters, collega, ik ga mijn moedertaal spreken om te veranderen in Nederlands. Eerst en vooral wil ik graag collega Romeva Irueda feliciteren met zijn zeer overzichtelijk rapport dat mijn fractie goed in paar heeft goedgekeurd in commissie en dat wij ook morgen hier in plenaire zullen goedkeuren. Het rapport stipt alle vorderingen aan die de jongste tijd, dankzij de niet aflatende inzet van dit parlement, konden worden geboekt. Zo hebben de jongste drie voorzitterschappen hun werkzaamheden in verband met de gedragscode voorgelegd en besproken met onze subcommissie Veiligheid en Defensie. En ik nodig het Duitse voorzitterschap graag uit om hetzelfde te komen doen. Zo noteren wij de verfijningen en verhelderingen van de criteria in verband met de mensenrechten situatie in het land van bestemming en in verband met de risico's van afwending of heruitvoer van geëxporteerde wapens. Ook mijn fractie, collega's, is van oordeel dat verdere verfijning nodig is in verband met de interne toestand in het land van bestemming, in verband met de weerslag op de regionale toestand en in verband met de verenigbaarheid van wapenuitvoer met de technische en economische capaciteit van het land van bestemming. Onze grootste ontgoocheling geldt het falen van de lidstaten om de gedragscode om te vormen tot een gemeenschappelijk standpunt van de Raad. Een gemeenschappelijk standpunt dat diezelfde code natuurlijk veel dwingender zou maken dan nu het geval is. En dat zou ook een veel duidelijker signaal zijn van het feit dat het de lidstaten ernst is met het bijdragen tot wereldwijde wapenbeheersing en ontwapening. Ik heb met grote aandacht kennis genomen van de verklaringen van de commissie ter zake. En ik heb ook genoteerd met genoegen dat de commissie in de nabije toekomst het voorzitterschap zal nemen van het Kimberley-proces. Dat verheugt mij bijzonder, meneer de commissaris, want ik heb zelf in een toen vorig leven daar nog helpen toe bijdragen. Tot slot wens ik in alle duidelijkheid te stellen dat mijn fractie gekant is tegen het lichten van het wapenembargo tegen China en dat wij de lidstaten oproepen om met veel meer kracht te werken aan de totstandkoming van een internationaal verdrag in zaken wapenhandel onder de koepel van de Verenigde Naties. Het mag dan al zijn dat de internationale context niet erg bevorderlijk is voor multilaterale akkoorden, zoals de heer commissaris zeer terecht heeft aangestipt. Dat is echter geen reden voor de lidstaten en de instellingen van de Unie om hun inspanningen ter zake te laten verslappen. Ik dank u voor uw aandacht.